Nou, ik zie dat ik even een slide mis, maar twee belangrijke dingen die ik graag nog wil melden, is dat de bereidheid om te leren van de deelnemers waanzinnig hoog is geweest. En twee, ook met name het toepassen van de stappen die Steven en ik hebben aangereikt, dat die ook gedaan zijn. En natuurlijk, en dat is dan het aandachtspuntje, is hoe gaan jullie met elkaar de voortgangscontrole inzetten? Nou, daar hebben wij over gesproken, maar daar heb je natuurlijk zelf ook een individuele verantwoordelijkheid in. He, dat als je iets afspreekt over een teammeeting of over een waardewiel of oké, welke stappen kan ik doen voor of achter in de bus? En waar heb ik Jurjan voor nodig? En overal denk ik dat jullie hele grote stappen hebben gemaakt om de basis die er al was, om daarin door te pakken. En Isa die heeft niet meegedaan. En toch ook wel, want ze heeft hier en daar al vragen gesteld, met name bij jou toch Dennis? Als ik het goed heb gehoord, hè? Ja. Dus die is stiekem ingesloten. En laten we Trout niet vergeten, die hier al een geweldige presentatie heeft gegeven. In ieder geval daardoor had ik nog meer zin in deze roadshow. En Trout is ook nog eens met een individueel proces bezig. Dus ik denk dat daar ook weer hele mooie stappen gemaakt worden. Dat was hem. Vragen?